Yo, Kees van IMT. Vandaag ben ik er samen met Mark in een klein nieuw spelletje. Hallo. En dit spel heet Talking and Nobody Explodes. En Mark gaat dus nu naar mij toe een code sturen, waar ik dus kan joinen. Ja, nou, de code is heel simpel. Het is gewoon 241, dus... Ben je klaar voor? Yep. Submit. Oh, before you begin, let's quickly go over the controls of this game. Ja, ik heb deze wat staat tussen. Oké, maar ik doe zo. Select the button. Press the button. Oh, yes. Rotate. Oké, dat is maar. Oké, dat is beter dan deze. Ja, ik ben daar. Ja, wat ik nu moet doen. Ik heb bombs, ik heb menu. Nou, ga maar gewoon beginnen bij begin, denk ik. Dat is wel net zo verstandig. Bombs? First bomb? Ik denk het. Ik kan er ook niet op klikken, dus. Oké, daar gaan we. Module 3 of zo. Ja, dat zou kunnen kloppen, ja. Oh ja, jij moet nu daar gaan beginnen met lezen. Je begint nu. Maar je moet wel uitleggen wat er precies allemaal op staat. Anders spreek ik het ook niet. Oké. Ik heb hier een bom. Ik heb linksbovenin allemaal rare icoontjes. In het midden heb ik draadjes. Rechtsbovenin heb ik een button. En linksonderin heb ik een klok. En achterin heb ik niks. Oké, laten we maar beginnen met de kabels. Ja, dat is bij mij zwart, blauw, geel, geel, blauw, wit. Ja, en hoeveel kabels zijn dat dus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, 6 wires. Even zien. Hier staat, if there are no yellow wires and the last digit of the serial number is odd, cut the third wire. Maar jij zei dat er een gele draad was, toch? Ja, twee stuks. Twee stuks. Zijn er geen rode kabels? Nee. Dan moet je de laatste kabel snijden. De laatste kabel van welke kant? Ja, van helemaal onder. Op een oneven getal, zei jij. Gedaan. Nee. Oké, ja, dan is hij klaar. Jij had een button, toch? Ja. Even zien, wat staat op de button? Een blauwe button, oké. Ja. En wat staat er voor tekst op? Ik zal dat bespellen. D-E-T-O-N-A-T-E. Detonate, oké. Detonate. Hoeveel batterijen zitten er om de bom? Dus moet je even om kijken. Ik zie geen batterijen. Ik zie wel letters aan de zijkant staan met een lichtje. Oh, ik zie daarboven allemaal stekkertjes, maar verder geen batterijen. Button en refer to releasing. Oké. Even zien. Nu moet je als het goed is, de button vasthouden. Dus gewoon met de muisknop klikken. En dan. Wat voor een kleur zie je aan de rechterkant? Oké. Dan moet je dus de muis loslaten wanneer er een 4 in één van de timers zit. Gedaan. Oké, top. Wat was er nog meer? 40 dus. De keypad, had je die ook nog? Met symbolen? Oké, wat zijn de symbolen? Ik heb één zo'n W-vorm met zo'n oogje erboven. Eén zo'n omgekeerde Griekse I. Eén zo'n CO. En één X met een I doorheen. Moment. Je had een W. Ja. Met een oogje, met zo'n streepje en een kommaatje eronder, denk ik. Je had wat voor een? Een N? Een Griekse ei. Omgekeerde Griekse ei. Een CO. CO. En een X met een I er doorheen. Even kijken hoor, want dat is een beetje moeilijk om te zien. Ja, nee, dat snap ik. Dit is behoorlijk lastig. Hoeveel tijd heb je nog? 1 minuut 46. Oh, dan. Dus de W met een oog had je, een omgekeerde Griekse I. Ja. C met een O. Aan dus elkaar.
zo'n streepje met zo'n hele ovale, of zo'n ronde cirkel, wat dan weer naar een andere streep toe. Ja, nee, aan elkaar. Elke C, ja. En dan een O, meteen aan elkaar door. Nee, ik denk... Oh, nee, ik zie hem, ja. En je had... Een X met een I erdoorheen, in het midden. Statie. Kunnen we ook gelijk als een K. Een K. Zowel links als rechts, aan elkaar. Oh zo. Oké, je moet als eerste de W. Ja. Drukken. Dan even kijken, je had een... Even kijken. Nog 52 seconden. De X-ding? Ja. Nee, fout. Zit er toevallig een haakje aan, of... Ja. Oh nee, dan was het die C met die cirkel erin. Ja, die is goed. En dan die X met die... Ja, en dan die andere. En dan die laatste. Hij is opgelost. 22,6 seconden nog over. Oh, holy shit. Nou, dat gaat makkelijk. Defused. Mooi. En een achievement. Zullen we dan nog eentje doen of ze zullen we even. Ja, dat lijkt me ook wel handig. Ja, klopt. Koffiecup. Time in de mening. 22,6 seconden. Dat kan ik nog wel zien. Dus dat is wel goed. Oké. Okay. This screen is for your eyes only. You are not allowed to look at the bomb diffuser mail. Nou, als het goed is, heeft iedereen. Dus dat zal helemaal goed moeten komen. Ja. Oké, 5 minuten. Ik kan nog niks zien omdat de stroom nog aan moet. Oké. Okay. Begin met praten, waar appen? Hoeveel wires zie jij? Ik heb er 6. Oké, okay, je hebt 6 wires. Kirk, zijn er gele? Nee, die zijn geen gele. Exactly a one yellow wire. Nee. Zijn er witte? Ja. Hoeveel? 3. Oké, okay, dat is de goede. Zijn er rode wires? Ja, eentje. Godsamme. Dan mag jij de vierde witte wire knippen. Vierde witte wire? Nee, de vierde kabel. Oké, okay, die heb ik. Symbolen. Oh. Symbolen? Zover ben ik nog niet. Dan ja, moet je op de knop. Hè? Huh? Dan moet je echt naar de knop toe. Oké, okay, daar staat... het is een witte knop met hold. White stip. Witte knop. Ja. Maar heb je batterijen? Dat denk ik wel. Even kijken. 2 hier, zo te zien. Ik heb de 4. Ja, 4. 4 batterijen? Yep. There are more than 2 batteries. If the button... Welke kleur is de button? De knop zelf is wit en er staat hold op. If none of the above apply, hold on the button and refer to releasing a held button. Dus, oh, dan moet je even naar de sectie volgens mij naar de ja. Beneden, denk ik. Je mag er zo op drukken en even vasthouden. Oké, okay, ik heb een rode strip er langs heen. Dus dan mag je hem loslaten als in een countdown een 1 zit. Oké. Okay. Dan. Oké, okay, we hebben nog 3 minuten en nu hoef ik alleen nog maar de symbolen. Het gaat wel een stuk sneller. Ja. Oké, okay, ga maar even naar de symbolen toe. Ja, daar ben ik naartoe aan het gaan. Welke symbolen heb jij? Ik heb een soort I met een streepje. Een driehoek. Mag even een I met een streepje? Ja, een I met een streepje en er zit een driehoekje aan. En een soort van E. Wacht, even rustig. Een I met een streepje. Ja, zoiets. Maar er zit nog wat meer aan. Zo'n omgekeerde driehoek. Een I met een omgekeerde driehoek. Ja, zit aan elkaar vast. Ja. Met een streepje. Ja, en nog iets van een E. Ja, een omgekeerde euroteken, zeg maar. Ja, zoiets, ja. Ja, ik heb hem geselecteerd bij mij. Oké. Ik heb hem heen gezet. Oké, okay, ik heb ook een A en het lijkt alsof er een T in zit. Met een pootje eronder. Je hebt drie pootjes, ja? Ja. Heb ik ook?
Een omgekeerde C met een puntje erin. Welke kant wijst die op? De linkerkant op. Ja. En een omgekeerde I met een klein streepje bovenin. Ja, die heb ik ook. Oké, dat zijn ze. Oké, ik heb ze even geselecteerd en zet ze op een andere beeldscherm. Oh jezus, hoe werkt dit? The subject of Simeon says. Wat? Only one column below all the four of the symbols from the keyboards. Ben je allemaal aan het doen? Want we hebben ja, ik weet niet wat ik precies moet lezen. Je moet gewoon lezen van linksboven naar rechtsonder hoe de symbolen staan. Oh, gewoon van rechtsboven naar onder. Dan mag je beginnen met de A. Nee, niet met de A. Wacht even, met dat I met een streepje. Fout. Of van boven naar beneden lezen. Ja. Oh, dan mag je beginnen met de A, met die T. Ja. Dan mag je de I met dat driehoek en een onkeur euro tekenen. Nope. Ja, ik lees letterlijk van boven naar beneden nu. Van links, links naar rechts. Oh, van links naar rechts. Ja, dat is die ook. Kom op, ik heb nog maar één strijk en anders gaat de bom kapot. Ja, pak er gewoon even eentje. Die euro teken. Dood, rip. Ik las het letterlijk, dan heb jij iets verkeerds gezegd. Het is een I met een streepje met een omgekeerde driehoek met een euroteken eraan. Dat is letterlijk de eerstvolgende die hier voorkwam. Oh, wacht, dat is die omgekeerde I. Er stond nog een keer in het lijstje. Maar ik moet die omgekeerde I hebben trouwens. Ja, dat is een beetje laat en ik had nog maar 15 seconden. Dus ik had ook al niet meer veel tijd en strikes. Ik snap niet hoe ik precies moest lezen. Ja. Zullen we nog een keer doen of zit het? Maar dat doen we de volgende episode. Ja, dat kan ook. Leave a like, don't forget to comment and to the next time.